Hallo beste kringloopbezoekers en welkom bij mijn rubriek Stof op de Naald. Nou, voor vandaag gaan we het hebben over de leuke en de vervelende kanten van mijn vakgebied bij de kringloop. Als wel de LP's dus, wat jullie zo langzamerhand al wel van mij gewend zijn. Wat ik al in eerdere filmpjes zei, ik werk niet voor niks al een poos. Ik heb enorm lol in mijn werk. Het is nuttig werk, het is sociaal werk, het is goed voor het milieu, etc. En je komt natuurlijk ook nog wel eens een keer wat aparts tegen. En nou is het ook zo natuurlijk, jullie zullen me kennen van of van de vlog of van dat ik achter de kassa sta of nou, noem maar op. Maar ik doe natuurlijk nog wel meer dingen binnen een bedrijf, waaronder sorteren en de boel moet natuurlijk ook geprijsd worden. Dat gebeurt natuurlijk niet in de winkel zelf, dat gebeurt achter. Ik heb in de winkel is er een hok waar ik zeg maar in het een en ander gestald heb wat uitgezocht dient te worden. En dat zijn meestal dingen, de platen waar bijvoorbeeld nog even naar gekeken moet worden, spelcomputers, noem maar op, dingen die nog even wat extra aandacht vergen en even opgezocht dienen te worden, dat doe ik daar. En één keer in de week, een ochtendje, zit ik aan de oslocatie, de brenglocatie, om het grove sorteerwerk te doen. Dus dat wil zeggen, als je mij eens een keer een dag niet of nauwelijks in de winkel ziet, wil niet zeggen dat ik vrij ben of wat anders aan het, dan ben ik dus waarschijnlijk aan het sorteren en aan het prijzen. Nou, en als je daar dan in zo'n hokje zit en je bent daar bezig en zo, ik zet dan meestal een muziekje op en ik ga dan aan de slag. En dan kom je natuurlijk nog wel eens leuke zaken tegen. En ja, verdomd, we hadden dan laatst ook een aantal Beatles en Stones albums die bij ons binnenkwamen. Maar in plaats van tot je dan denkt van, nou, joegé, we hebben weer leuke handel voor de winkel. Ja, is er dan een domper op de feestvreugde zoals bij dit album van de Beatles, tweede album van hun originele druk. Dus ook nog wel eentje die wel aardig wat op kon brengen. Maar helaas, zoals jullie zien, een lege hoes. Dat gebeurt nou vaker dan dat jullie denken. Er zijn specifieke bands ook, bijvoorbeeld Black Sabbath. Dit is ook vaak lege hoesen in plaats van tot er wat in zit. En met Beatles is dat ook Pink Floyd. Zit er vaak lege hoesen bij. Terwijl je denkt van, ja, maar waar zijn die platen dan gebleven? Hoe is het mogelijk, hè? Dan heb je... ik zeg maar wat, een Dolly Parton of zo, die zit er wel in. Maar dan heb je een plaatje waar je daadwerkelijk voor de verkoop wat mee kan. Of waarvan je denkt van, nou, dat is wat aparter dan het doorsneespul wat we binnenkrijgen. En die mist dan weer. Hoe is dat mogelijk? Als we bijvoorbeeld kijken naar dit plaatje wat binnengekomen is van de Rolling Stones. Hè? Ook een vroeg Stones plaatje. Een originele druk waar je denkt van, yes! En dan zit er een ander plaatje van de Stones in de verkeerde plaat. Hoe krijgen ze dat nou voor elkaar? Dat is net als dat natuurlijk, hè, van mensen stoppen soms ook cd's in het verkeerde hoesje en dan doen ze het weg en dan raakt de boel door elkaar. En dan denk ik van jongens, toe nou, Corrie Konings en de Rekels, dat zit er allemaal wel in. En dit gaat dan bij de goede bands gaat het op een of andere manier weer mis. En dat is dus weer een dingetje waar je nog wel eens tegenaan loopt, maar dat is niet het enige. Je hebt natuurlijk ook nog, en daar pak ik even een voorbeeld bij andere zaken. We hebben hier bijvoorbeeld, die is ook bij ons binnengekomen, een plaatje van Attila. Nou, dat zal niet veel van jullie wat zeggen, maar als ik dit hoofd laat zien, ik weet niet of sommigen van jullie herkennen die een beetje thuis zijn in de popmuziek, dat is Billy Joel. Ja, de man van Sing Us a Song, Piano Man, and For the Longest Time. Oh, hey, oh. Nou ja, iedereen kent die twee nummers bijvoorbeeld wel. Dat is Billy Joel. Maar hij heeft dus ook nog een andere periode gekend. Hier staat hij met een drummer. Ze zijn met z'n tweeën in Attila. Het is een plaatje uit 1970. En dit is eigenlijk meer een beetje, ja, hard rock. Ik weet niet of je het hard rock kan noemen, want er is dus een gebrek aan een gitarist en een bassist. Het is Billy Joel achter het orgel. En de drummer erbij. Dus het is eigenlijk een beetje... De plaat klinkt ook een beetje als een Budget Deep Purple. Die ook bekend staat om zijn orgelsolo's en dergelijke. En het zware wat vroeger begint van de hardrock en de metal geluid. Dat is dit ook, maar dan alleen met de drums en de orgel. En dit plaatje wordt door een heleboel mensen verguisd. Het is wel een... hoe zeg je dat? Hij wordt wel gezocht. Het is een conversation piece, zo gezegd ook weer. Het is een cultplaatje geworden. Omdat een heleboel mensen... Nou, ik vond hem niet eens zo gek en slecht trouwens. Ik vond gewoon met name een plaatje, een rockplaatje uit die tijd. Maar het is natuurlijk ontzettend grappig om dan zo'n type als Billy Joel, die we van al die brave popliedjes kennen, te horen zingen over dames naaien en mensen op de bek slaan. Dat je natuurlijk niet verwacht bij
effen Billy Joel. Maar het is leuk dat als je zo'n plaatje tegenkomt op een bus, moet je niet raar opkijken tot die 5 tientjes kost. Dus serieus, hè, de 30, 40, 50, een beetje in die regio, zal zo'n plaatje als deze zitten. Maar, en dan denk je van, nou, hoe ziet er nog redelijk uit? Er is een beetje, even een beetje de muis aangeknaagd, maar het kon erger. Maar dan heb je weer de LP. En dan, ja, dan zie je hier al, ja, ik weet niet hoe goed het weer op camera te zien is, maar... Nou, volgens mij is het op de camera valt het wat minder goed te zien, maar er zitten een heleboel krassen op en ook wel aardig wat dieper. Ik heb hem even geprobeerd op platenspeler hier, niet op mijn gewone platenspeler, want daar zit een vrij dure naald op. Ik heb hem op mijn... op een andere setje afgespeeld, daar zit er wat goedkoper dan altijd op, dus mocht er iets misgaan, hè, dan ben je niet meteen heel veel geld kwijt. Maar hij sleurt hem er gewoon overheen, maar je hoort natuurlijk pak, 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 hè, van die dikke krassen hier met name, hoor je natuurlijk wel. En dat is ook weer zo vaak dat je denkt van, nou, dit is dan een bijzonder plaatje, eentje die je nauwelijks tegenkomt. En die zit tussen de rest die er allemaal prima uitzien. En dan uitgerekend het bijzondere plaatje wat ertussen zit, ziet er weer uit als een beest. Tot je ook weer denkt van, jongens, hoe is het mogelijk? Dus, jammer van de staat, maar ja, daardoor natuurlijk ook niet al te duur. Want hier kan je geen 50 euro meer vragen hoe die eruit ziet. Dus, jammer, waarom nou uitgerekend deze? Maar dan, dat is één ding, hè? En jullie hebben ook maar wel horen praten over kromme platen, tot het vervelend is om te vinden. Nou heb je dus een bekraste plaat, je hebt platen waar de verkeerde hoes omheen zit of waar ze niet eens in zitten. Maar dan heb je ook nog een volgend fenomeen. En dat is waterschade. Sommige mensen die maken er schijnbaar onontzettend gebruik van om het op een vochtige plek in huis neer te zetten of in een kelder. Of het heeft ergens in de garage in een doos gestaan en het heeft gelekt. En dan krijg je bijvoorbeeld dit, als je die onderkant ziet. Ook weer de achterkant. Dan zie je al de vlekken en de schimmel. Als je dat paarsrozige ook ziet, dat is allemaal schimmel. Ik heb hier even een nieuwe binnenhoek omheen gedaan. De plaat viel dan hier nog wel mee. Maar de hoes is dus dan redelijk vernacheld. En dat is ook weer jammer natuurlijk. Ik heb hier nog een ander voorbeeld. Hier de ISO. Een vroeger, ik weet niet of de eerste is, de eerste. Dat was de eerste kunnen zijn van de Golden Earrings toen nog. Hè? Als er een S achter staat, dan is het vroeger, want later heet ze natuurlijk Golden Earring. En ook hier zie je weer van, ja, vies. Ik zal even eentje eruit proberen te pakken. Hier, je ziet het ook al op de binnenhoes, ook al een beetje gorig. en dit wist ik niet eens. Wacht even. Ja hoor. En de rest zit er ook nog bij in. En met plakbandje. Nou jongens, dit was niet gepland. Ik zie je maar weer. Hoe krijg je dit nou weer voor elkaar? Heb je een vroege condoneringsplaatje? Nou, die kan dus weggezodemieterd worden. Dat bedoel ik nou. Ik wist het niet. En om terug te komen op de schimmel. Hier hebben we eentje van Ramses Shaffi. Met Lisbeth List toevallig ook. Ja, tuurlijk. En nou, daar zie je ook wel weer. Dat heb ook weer tegen andere platen aangezeten. Dus bij het uit elkaar trekken natuurlijk de hoes weer vernacheld. En dan kan je ook zien. Bij deze kan je goed zien. Wat dan de schimmel met een plaat doet. Zoals je hier ziet. Die ziet er niet best uit. Zo'n hoes. Ja, je kan hem een beetje, hè, met een vochtige doek en zo kan je hem zo goed mogelijk schoon proberen te maken. Maar voor de rest is daar natuurlijk weinig meer aan te beginnen. Ik zal hem gewoon zo schoon mogelijk maken. Ja, als je hem wel wil houden, hoes erom. Zodat hij niet de rest beschimmelt, zo gezegd. En doe een nieuwe binnenhoes. Alsjeblieft, want de binnenhoes is wel vaak ook hartstikke vies. Haal die eruit en... Zorg voor een nieuwe binnenhoes die niet beschimmeld is. Zodat je plaat, nadat je hem hebt schoongemaakt, ook schoon blijft. Want dit is natuurlijk, het is wel vies, maar het is schimmel. Het valt wel, als ik met mijn vinger er ook over ga, het valt wel schoon te maken. Hoe kan je dat nou het beste doen? Nou, je hebt natuurlijk allerlei schoonmaakmiddeltjes.
Ik heb ook al eens gezegd van ga niet meteen met huistuin- en keukenmiddeltjes aan de gang, maar gedestilleerd water met een beetje zeepsop, dat kan wel. Of anders heb je officieel platen, schoonmaakspul, waar het ook prima mee kan. En dan kan je bijvoorbeeld met een doekje doen of met een borstel of wat dan ook. En dan maak je het mooi schoon, zoals in het voorbeeld wat jullie nou zien. Echter, dat werkt niet altijd. Kijk, als het hele lichte sporen zijn, nou, dan kan je met een doekje of dan kan je met een borstel kun je nog wel af. Maar vaak, hè, heb dit jarenlang zo in een garage gestaan en dan zit het redelijk diep in de groeven. Dus dan kan je beter een apparaat erbij pakken, zoals het volgende. Ik zal hem er even bij pakken. Ik had hem al eens eerder laten zien, zo'n Disco Antistat. En dat is dus een apparaat, zoals je ook kan zien, waar je de platen in kan leggen. Daar zitten borstels binnenin. Aan weerszijden, zeg maar, als de platen zo in komt, zitten de borstels zo. En dan moet je hem een paar keer ronddraaien. Ik heb er al eens een keer een filmpje over gemaakt hoe dat te doen. En dat is je beste manier om hem echt de groeven ook goed schoon te krijgen. Want als je zo'n plaat als die flink beschimmeld is en je doet het alleen maar met een doekje, alleen maar met een borsteltje, heb je nog steeds kans. En ik krijg een berichtje. En tot hij dus nog steeds nergens na klinkt. Dan zou je het met zoiets dus met rigoureuzere maatregelen moeten doen. En dan hebben we op het laatst ook nog iets anders wat ook weer te maken heeft met dat spullen vochtig hebben gestaan. En dat is de bobbelige hoes. Zoals hier een Jaap Visser. En als je goed kijkt hier, dan zie je dat al. Dit is ook nat geweest. En die hoes die bobbelt aan alle kanten. Dat ziet er natuurlijk niet mooi uit. Kijk, bij de platen in dit geval is er nog helemaal niks mis. Dus daar hoeven we ook niet schoon te maken of iets dergelijks. Dat kan allemaal nog wel zo blijven. Maar ja, dit zet je natuurlijk niet zo makkelijk in de kast. Ten eerste neemt het meer ruimte in. Het sluit niet lekker aan. Het ziet er ook niet mooi uit natuurlijk. Dus nou, wat doe je hier dan mee? Vrij simpel. En dan zien we Harry in één keer doen wat hij eigenlijk normaal alleen doet bij crematies, begrafenissen en huwelijken. En dat is strijken. Jawel. We hebben hier dus de platenhoes. Die leg ik neer. Natuurlijk zorg dat je de platen eruit haalt. Leg hem plat neer op de strijkplank. Leg er een doekje overheen. Je kan bijvoorbeeld een theedoek gebruiken of een handdoek om te voorkomen dat hij direct contact maakt met de hoes. Je voelt even of die warm genoeg is. En wat je doet is dus gewoon strijken. Net als een overhemd probeer je dus op deze manier gewoon met langzame bewegingen af en toe even checken. Natuurlijk ook of het allemaal wel goed gaat. En op deze manier met een klein beetje geduld krijg je dus je platenhoes weer plat. Zo. En zo heb ik aardig wat geduld. Hier hebben we de plaat. En je ziet de achterkant die bobbelt nog een beetje, maar ja goed. Je hebt hier dus een beetje geduld voor nodig voor dat werkje. Maar hij is al een stuk beter dan dat hij was. Dus als ik hier nog even 5 à 10 minuten gewoon netjes mee doorga, dan krijg ik hem dus mooi helemaal plat. En past hij weer in de kast. En ziet hij er weer uit. En als je afvraagt van nou Harry, was dat niet meer geluk dan wijsheid? Heb je niet gewoon, heb je niet gewoon geluk gehad? Nou jongens, dat valt wel mee. Als ik deze even laat zien, dit is een album van Megadeth. Peace Sells But Who's Buying. Nou, dan kan je ook zien, hier, die is mooi recht. Hier is misschien nog een heel klein bobbeltje. Deze zag er dus nog erger uit dan die van de Jaap Visserplaat. En die heb ik ook met een strijkijzer behandeld. En die past nou prima in de kast. Dus geen probleem. Zorg alleen dus wel dat je niet direct contact maakt met de strijkijzer op de hoes zelf. Want als er dan een laagje overheen zit en dat blijft plakken, ja, dan kan je de hoes weggooien en dan was al die moeite voor niks. Maar, dus met een beetje beleid, was het nog prima op te lossen. Jongens, dat was het weer voor deze aflevering. Vinden jullie het leuk wat we doen op social media? Dan please like en subscribe. Volg natuurlijk ook de Kringloop op Facebook. En schroom ook niet om lekker te komen winkelen aan de Ambachtstraat nummer 3 te Kampen. Of je spullen in te leveren aan de Oslokade nummer 1 tevens te Kampen. Nogmaals, hartelijk dank. Tot de volgende keer ook weer namens de Poes. Die vandaag niet zo mee wil werken. Tot de volgende keer. Cheerio!